Dit is Kamerbreed met Kees Boonman. Wij hebben als CDA het plan Zorg voor Elkaar gelanceerd. En dat gaat over een hogere AOW-uitkering. Dat gaat over een korting op de belastingen voor ouderen. En zeker ook de eigen betaling in de zorg moeten naar beneden. En dan bedoel ik het eigen risico en de eigen bijdrage. Ja, meneer Krol, dat is Mona Keijzer, de nummer 2 van het CDA. Eigenlijk kan u wel stoppen met uw partij. En het CDA neemt allerlei dingen over. Partij van de Arbeid neemt dingen over. VVD neemt dingen over. Iedereen ziet de ouderen ineens U bent al klaar voor de verkiezingen. Nou, we hebben in ieder geval al wel succes voor de verkiezingen. Dat is een juiste constatering. Ja. Maar het is natuurlijk toch te zot voor woorden dat Rutte nu ineens komt met 2 miljard. Dat Asscher nu ineens roept, we gaan ons inzetten voor een hogere AOW. Ja, het spijt me geweldig. Maar hij heeft daar nu 4 jaar de tijd voor gehad. Geen ene moer gedaan. Ja. En dan ineens een maand voor de verkiezingen, daar trapt geen kiezer in. Nou, dus wat dat betreft, ik vind het echt, ik vind het bijna schandalig. Het is bedrog als je het op die manier doet. En ik neem ze dat ook heel kwalijk. En ik ben ervan overtuigd dat die kiezer op 15 maart echt wel weet welke partij hier de afgelopen 4 jaar de discussie over heeft aangezwengeld. Ja, ik heb u elementen hiervan van de week ook al horen zeggen, maar je kan toch ook positief denken, zoals Lodewijk Asscher de afgelopen dagen bepleit, de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid, om positief te denken dat Rutte heeft dat niet gedaan. De VVD voelde er niks voor, andere partijen ook niet. En nu doen ze het wel. Beter laat dan nooit. Ik geloof er geen ene moer van. Ik denk dat de kiezer ook bedrogen uitkomt als die daar positief tegenaan gaat kijken. Hij was in zijn functie als minister degene die aan de knoppen had kunnen draaien. Heeft hij niet gedaan. Als hij een grote broek had willen aantrekken, had hij dat de afgelopen jaren moeten doen. En niet 4 weken voordat er verkiezingen zijn. Dus het is een troll-idee. Ja, zo mag je het rustig noemen. Ja. Mevrouw Simons, hoe kijkt u daar eigenlijk naar? U zit niet in de Tweede Kamer. U bent wel dat politieke bedrijf aan het binnensluipen. Soort gevechten over wel waar niet. Ik herken wel veel van wat, Henk Krol zegt. Omdat het mij ook opvalt dat juist partijen die niet alleen de afgelopen 4 jaar, maar langer zelfs, de mogelijkheid hadden om tijd te keren, dat niet hebben gedaan. En ook mij valt op dat veel nieuwe frisse ideeën die geopperd worden door jonge partijen, zoals bijvoorbeeld artikel 1, gretig geadopteerd worden. Maar ik denk ook net als Henk dat de kiezer daar heel goed doorheen kan kijken. Ja, maar goed, je kan ook zeggen, als je een voorhoede bent en het wordt overgenomen door de achterhoede, dan heb je toch ook een deel van je resultaat? Nou, het vervelende is dat je helaas niet anders kunt dan kijken naar wat zegt het verleden over hoe groot de kansen in het heden zijn. En als je ziet dat gevestigde partijen, zeker ook een sociaal-democratische partij als de PvdA, eigenlijk steeds meer van haar idealen heeft laten vallen om langzaam maar zeker naar rechts te schuiven, dan is het gewoon heel ongeloofwaardig om te denken dat sociaal-democratische hart van de een op de andere dag weer is gaan kloppen. Maar het zou natuurlijk wel heel mooi zijn als in die komende periode 50PLUS groot genoeg zou zijn, ja, snap ik, om ervoor te zorgen dat Asscher zich aan zijn woord moet houden. En als de kiezer wil dat Asscher zich aan zijn woorden houdt, dan zouden ze toch echt op een andere partij dan op de Partij van de Arbeid moeten stemmen. Ja, nee, maar dat snapt iedereen. Ik ben blij dat u dat onderschrijft. Ja. Nee.